Vandaag zijn we in de hoek van Noordoost-Groningen, in Termunterzijl, zoals de Groningers het zelf noemen, bij het gelijknamige hotel en restaurant Termunterzijl. Nou, dit sfeervolle hotel wordt omgeven door uitgestrekte natuurgebieden, polderlandschappen en natuurlijk de zee. Het is een mooi uitgangspunt om de prachtige natuur van Noordoost-Groningen te ontdekken of om pittoreske plaatjes als Appingedam te bezoeken. Ben jij wel benieuwd? Blijf dan vooral kijken, want we gaan het allemaal laten zien. Goedendag, welkom in Hotel Restaurant Termunterzijl. Dankjewel. Net als de rest van het hotel zijn de kamers stijlvol ingericht. Nou, je kunt hier drie type kamers boeken, waaronder de deluxe kamer met zeezicht. En wil je nou echt even uitpakken en luxueus genieten, boek dan de prachtige suite. De uitgestrekte omgeving van het hotel leent zich ideaal voor een lange wandeltocht of een mooie fietsroute. Nou, en dichtbij het hotel vind je ook de Dollardroute. Een fietsroute van maar liefst 300 kilometer lang die je langs de kust leidt. En de kans is ook groot dat je een hoop bijzondere vogels tegenkomt. Nou, wil je nou je eigen fiets meenemen, dan kun je deze hier overdekt in afgesloten stallen. En er zijn oplaadpunten voor e-bikes. Maar het mooie is dat je ook gewoon een e-bike bij het hotel kunt huren. Als je nog een leuk uitstapje wilt maken, dan is Appingedam ook echt een aanrader. Dit historische stadje kende een bloeiperiode in de 17e en de 18e eeuw. En dat is te zien aan de vele herenhuizen. Nou, wat Appingedam echt uniek maakt, zijn de zogenaamde hangende keukens. Deze zijn ontstaan omdat de pakhuizen als woningen niet genoeg ruimte hadden. En daar hebben ze dit op bedacht. En het ziet er ook nog eens leuk uit. En voor onze toeristische gasten, passanten zeg maar, hebben we ook gemerkt dat onze persoonlijke aanpak en benadering voor heel veel gasten heel belangrijk is. Onze keuken is heel goed van kwaliteit en dat is denk ik een van de redenen waarom mensen vaak weer terugkomen. Ja, denk ik ook. Dat is, onze keuken is inderdaad heel belangrijk natuurlijk voor dit bedrijf. 26 kamers lijkt heel veel, is het eigenlijk niet. Als je dat keer twee doet, dan hebben we 54 gasten. En ik denk dat we daar voor dat aantal gasten gewoon ontzettend hard ons best moeten doen. En gewoon een hoog niveau neer willen leggen op het bord. En de bekroning op de dag is hier in het prachtige restaurant van het hotel met een heerlijk diner. Een drie gangen diner maar liefst, want als je bij voordeeluitjes boekt, krijg je er standaard een drie of vier gangen menu bij. Nou, een mooie afsluiter van een mooie dag. Proost! Ik hou zelf ervan om mooie kransen te maken. Nou, dan vind je hier wat. Ik heb nog een medewerker die dat ook heel erg leuk vindt. En zo kwam het idee een beetje om hier een lifestyle winkel te beginnen. En hier verkopen we eigenlijk alleen maar dingen die we zelf echt leuk vinden. We hebben heel vaak gasten die dat leuk vinden om voor thuisfront wat mee te nemen. En we zijn inmiddels een maandje open. En eigenlijk zijn we heel blij met het succes wat we tot nu toe hebben. Ik sluit mijn bezoek aan hotel en restaurant Termunterzijl af met een heerlijk ontbijtje. Ik heb het echt heel fijn gehad hier. De eigenaren brengen een gemoedelijke sfeer met zich mee. Daarnaast is het hotel prachtig. En het is ook echt een aanrader als je even wilt ontsnappen aan de drukte en helemaal tot rust wilt komen. Nou, ben jij wel geïnteresseerd geraakt? Kijk dan snel verder op onze website www.voordeeluitjes.nl. En ga erop uit!